Ik heb je een brieven niet gaan plakken als een ganse koplijn. Omdat ik lucht is blauw en hou van jou met elkaar rijden. Ik wil niet specifiek zijn, het is geschikt voor iedereen. Mijn teksten zijn neutralisch, je kijkt er echt doorheen. Ik ben een goochelaar met een trucendoos. Hartelijk applaus voor de gast hier van vanavond, Peter Tictus. Goedenavond allemaal. Jezus, de tekst vol. Wat goed, welkom allemaal in Theater Tilburg bij de 16e uitreiking van de Jacques de Leeuw prijs. De eerste keer dat ik het in 2017 doe, maar de 16e keer in zijn totaal. Mede namens de Fontys Hogeschool voor de Kunsten van harte welkom. En tot nu toe gaat alles hartstikke goed. Voor degenen die me niet kennen, misschien even handig om toch even uitleggen wie hier voor je staat. Ik ben Peter Tictus dus.
in het dagelijks leven studieleider van de Academie voor Theater, maar vandaag... Spontaan, jongens. Dank u wel. Maar in de vrije tijd ben ik graag bij als presentator van de uitreiking van de Jacques Leeuwprijs. In het bijzonder welkom de jury van de Jacques Leeuwprijs, die de mensen hiernaast ongelooflijk in spanning houdt. En iedereen die met de organisatie van de Jacques Leeuwprijs te maken heeft. En ik wil ook graag een woord van dank uitspreken alvast voor de gastvrijheid van Theater Stilburg. Rob, dank u wel. Eens even kijken, wat gaan we doen vanavond? We gaan dus de Jacques de Leeuwprijs uitreiken aan twee studenten. Het is een prestatieprijs voor jong toptalent, zoals de stichting het zelf omschrijft. En de prijs gaat ieder jaar naar de meest getalenteerde of de meest talentvolle studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. We doen dat in twee categorieën. We hebben een categorie docerend. Dan gaat het om één van de vier docentopleidingen van de hogeschool. En we hebben een winnaar uit de categorie uitvoerend. We hebben die performing opleidingen van diezelfde hogeschool. En dat zijn er zes. Twee categorieën dus. We hebben behalve prijsuitreikingen, juryrapporten enzovoorts, hebben we ook een band. En dat is... U hoort het al. Ja, ik zal het... De band heet Tim Koehoorn. Ja, dat is die kleine jongen aan het midden. Dat is hem helemaal. De rest heet ook allemaal Tim Koehoorn. Pim Jacobs, trio Pim Jacobs, is ooit zo begonnen. Dus dat ligt een fantastische toekomst in het verschil. Pim Jacobs? Dat duurt nog heel lang. We zijn hier nog uit. We gaan ze nog vaker horen. Een hele leuke band. Verder hebben we, en die zagen jullie ook al daar in het hoekje, mijn barman van vanavond, Tom Dijkstra. Verder zijn er ook wat afmeldingen helaas. En laat ik beginnen met de ene afmelding, dat is een van de kandidaten. Een van de genomineerden, dat is Lisa Wallenbos van de Dansacademie. Die is er vanavond niet om de dood eenvoudige reden dat ze aan het werk is voor het gezelschap waar zij al een nieuwe baan heeft gevonden. Dus... Die is al vertrokken. Ja, ik kan er helaas niet bij zijn, dus doet jullie allemaal de groeten. Wie ons ook allemaal de groeten doet en wie zich ook heeft afgemeld voor vanavond, dat is de naamgever van de prijs, dat is de heer Jacques de Leeuw zelf. Helaas. Jacques heeft in mei, ik mag Jacques zeggen, nou hij is er toch niet bij, dan zou ik de heer de Leeuw zeggen. Hij is grappig, hè? Jacques heeft in mei aan de vooravond van zijn 84ste verjaardag alle functies neergelegd voor de niet-kenners. Hij was onder andere hoofd van het ouderdomsconcern en hij heeft gestopt met werken om na zo'n 60 jaar arbeidszame jaren van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. 60 jaar, ik ken het hier na 5 jaar al mee ophouden, maar goed. We vinden het jammer. Ja. Dank u wel! Hey. Heel spontaan, dan gaat het allemaal van mijn spreektijd af dit. Ik moet een beetje door. Jacques Leeuw kan er vandaag dus niet bij zijn. Hij heeft ook het werk van de stichting Jacques Leeuw overgedragen aan zijn dochter Monique. En die is er gelukkig wel. En daarnaast zit Pascal Wagemakers. En zij is belast met de operationele zaken van die stichting. De stichting Jacques Leeuw die onder andere dus deze prijs al meer dan 16 jaar mogelijk maakt, waarvoor hartelijk dank namens al diegenen die de prijs krijgen. We zijn er bijna doorheen jongens, dan gaan we gewoon beginnen. Nog één kleine huishoudelijke mededeling was ik vorig jaar vergeten. Na afloop van de prijsuitreiking in de foyer wordt er nog een prijs uitgereikt. Namelijk van Stichting Ateliers in Tilburg. En zij wijzen uit één van de genomineerden, dat is dus een heel andere waarschijnlijk dan degene die vanavond de prijs gaat winnen. Uit de genomineerden kiezen zij één student die een jaar lang gebruik mag maken van de werkruimte van Stichting Ateliers in Tilburg. Ook een prijs. Goed, lang genoeg getreuzeld. We gaan beginnen. En ik zou jullie graag een hartelijk welkom applaus willen laten geven aan de werkelijke helden van deze avond. Hier komen ze in eendere volgorde. De genomineerde Esther de Bruin. Brouwer de Koning. Charlotte Thijssen. Rosie Sophie.
Groep in de Hoofdstad. En dan hebben we Sander Rambax. En dan hebben we 4-in-1. Josse de Broek, Hendrik van Malen, Felix Tjek en Petra Steinberg. En tot slot doen we met een Laura Beekman, Lisa en ik ben in Albanië, ben ik 2 weken lang heb ik lesgegeven op verschillende plekken. En voorafgaand aan die stage heb ik een benefietconcert georganiseerd, waarbij ik instrumenten ging inzamelen voor die kinderen daar. En die zijn vervolgens met het transport naar Albanië toe gegaan. Toen ik een paar maanden later in de meivakantie 2 weken daar was om dus zelf ook onderwijs te gaan geven. Toen waren ze er allemaal, dus daar kon ik ook gretig gebruik van maken. Het feit dat die kinderen daar zo dankbaar zijn voor wat jij daar doet. Ze hebben daar geen goed onderwijs. En ook al kom je maar een muziekles maken en je laat ze ervaren dat je met elkaar muziek kan maken en dat het dan een geheel is. En je ziet die kinderen vervolgens daar zo dankbaar en zo voor genieten. Dan ik denk dat je daar wel de grootste dankbaarheid voor terugkrijgt. Omdat het daar iets is, omdat het daar iets bijzonders is. Ja, wat heb je gedaan? Ik ben zelf eigenlijk vanuit van heel blanco begonnen. Ik heb gewoon een fiets gehuurd en ik ben rondjes door Rotterdam-Zuid gaan fietsen. Want ik wist, ik moet iets met mensen uit Rotterdam-Zuid. Maar ik weet niet wat Rotterdam-Zuid is en ik weet niet welke mensen er wonen. Dus ik ben gewoon heel veel rondjes gaan fietsen en mensen gaan praten. En ik wist al vrij snel, oké, dat beeld van hangjongen op straat, nou daar wil ik iets mee. Ik vroeg ook, ja, wat voor scène zouden jullie erin willen? En toen zei dus Ahmed ook, ja, ik zou wel een scène willen waarbij het publiek dan denkt dat we echt slechte jongens zijn. Dat we dan uiteindelijk zien dat we dat niet zijn. Dus ik merk dat ze steeds meer doorkrijgen van, oh ja, dat kan ook met theater. Ik ga ervan uit als ik lesgeef dat ik in een omgeving ben met personen en individuen die allemaal een eigen realiteit eigenlijk hebben. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om die realiteiten met elkaar uit te wisselen. En dat daar eigenlijk het ontstaat, de kennis ontstaat en dialoog ontstaat die heel erg veel voeding kan geven aan iedereen en elk individu in die omgeving. En ik denk dat het zelf betekenis geven aan dingen en die betekenissen met elkaar uitwisselen, dat ik dat centraal wil zetten in mijn lessen. Wat is mijn visie op dit onderwerp? Wat vind ik? Het is een echt verkennen van je eigen positie. En vervolgens worden die standpunten en die meningen, die perspectieven met elkaar uitgewisseld. Denk wel na over de toevoeging van de woorden. Heeft het echt toevoeging? Ik heb stage bij het kunstmagazine Mr. Motley, online kunstmagazine. En ik bezocht eigenlijk alle exposities in het hele land. Ik schreef er artikelen over en dat werd uiteindelijk gepubliceerd. En ik heb voor performer gekozen, omdat voordat ik op de opleiding kwam, stond ik best gekend als de danseres die heel erg vanuit haar gevoel ging. En toen ik hier op de opleiding kwam, toen werd ik plots heel technisch. En ik ging alles heel erg analyseren en heel erg werken. En ik werd heel gespannen in de les. Dus toen dacht ik van, oh, daar wil ik eigenlijk echt aan werken. Omdat ik dat ook net bij mijn leerlingen, ik wil geen robots of zo creëren. Dus dan heb ik stage gelopen bij Dansnest een jaar lang. En daar heb ik echt gewoon mijzelf als danseres veel beter kunnen ontwikkelen en ik voel dat ik nu veel vrijer ben en dat ik die vrijheid onmiddellijk meeneem in mijn lessen. Ook liefst nog in andere stijlen. Ik geef nu al klassiek en modern, ik wil er heel graag jazz bij doen. Ook weer gewoon om een nieuwe kant van mezelf te ontwikkelen, zelf nieuwe dingen te ontdekken en ja, die nieuwsgierigheid. Waren ze?
verrassing. De vormgeving is in handen van... wie waren die namen ook weer? Tom, zoek er eens op als je wil. Ze deden een draaiboek. Bart, kan dat? En Bram en... Alisa. Ja, die. Zit je achterin? Oké. Okay. Leuk, hè, die lampjes. Ja. Ja! Er was nog een klein dingetje wat er net fout ging. Onder jouw filmpje, Charlotte, stond de naam van Jules of Jules. Wat doen we? Jules? Doe maar Jules. Oké. Okay. Daar zitten jullie dan, meiden. Een beetje relaxed of niet? Ja. Als jullie nou allebei even om de beurt zo'n ding vasthouden, dan kunnen de mensen het gegiegel thuis ook horen. Wat... Maar er valt, ik zag dat straks hoe jullie een beetje gespannen waren, maar erger dan ik, dat kan toch niet, daar waren ze goed voor. Ik bedoel, jullie zijn toch al winnaars? Je hebt er al. Ja, dat meen ik serieus. Ik bedoel, wat valt er nu nog te doen, te redden? Er staat al ergens een uitslag in een of andere envelop, dus dat is ook al weg, daar kunnen we niks meer aan doen. Kom op, ontspannen. Was het leuk, meedoen aan de wedstrijd? Ja. Wat? Nou, je wordt eigenlijk anders dan de mensen die niet genomineerd zijn in ons jaar heel erg geforceerd om echt na te denken over je visie en daar woorden aan te geven en eigenlijk ja, heel erg terug te blikken op de afgelopen 4 jaar en niet alleen 4 jaar, maar de afgelopen 22 jaar en wat daar dan gebeurt en ook vooruit te kijken, wat wij op school niet heel veel doen, maar wat wel. Oeh, sorry. Totaal niet. Nee, fijn. Dat is dat je echt woorden leert geven aan wie je bent en waar je voor staat. En ook door de bezoeken van de jury dat er echt ja, letterlijk een andere wereld in je repetities binnenkomt. En dat al heel mooi is. Ja. Hebben jullie dat ook? Anderen? Ja? Door het traject word je bevraagd. Ja, ik voeg me helemaal toe bij Hester, maar ik denk ook bijvoorbeeld de jury bezoeken waren ook echt heel erg waardevol. Nieuwe mensen leren kennen en dus ook dank aan de juryleden daarin. Dat je echt nieuwe werelden eigenlijk ook leert kennen. Ja. Ja. En maar hou hem even vast, dan ga ik gelijk even met jou door. Oh, okay. Ik zag in het filmpje dat je, dat zeg je ook, je hebt stage gelopen bij het Mr. Modeling Magazine. Dat is een online kunstmagazine. Ja, klopt. En wat deed je daar dan precies? Ik had er best wel veel vrije regie eigenlijk over mijn systeem, maar natuurlijk moest er uiteindelijk artikelen komen. Is zij goed verstaanbaar? Ja. Oké, mooi. Ja, ik praat nooit zo vaak in de microfoon, dus... het was vooral artikelen schrijven, dat was eigenlijk de basis, maar daarin had ik heel veel vrije ingeving. Dus ik kon echt zelf beslissen waar ik naartoe ging, welke expositie, welke kunstenaar ik interessant vond. En daar ging ik dan op af, dus je stond midden in die kunstwereld en ging overal naartoe. Ja, nou zie ik hetzelfde als in het filmpje, dus daarom werd ik een beetje getriggerd. Zo van, je zit in de opleiding voor beeldende vorming, je wordt beeldend docent. Ja. Maar ik zag in het filmpje dezelfde flikkering die ik nu in je ogen zie, van dat schrijven over de kunst jou ook heel erg. Ja, zeker. Nou, het is ineens heel veel mensen leren kennen en heel veel zien. Dat geeft je zoveel voeding voor je lessen, maar ook voor het je eigen beeldontwerp maken. Want dat komt bijvoorbeeld nu in het filmpje veel minder naar voren. Maar daar zit zoveel voeding in natuurlijk, exposities bezoeken en kunstenaars leren kennen. Ja. En dat is gewoon een heel mooie ervaring die ik nu heb gehad. Maar denk je, het is nog vroeg, maar denk je dat wordt het straks? Lesgeven of schrijven over kunst? Beide. Zeker, ja. Oké. Okay. Ja. Je mag je microfoon even doorgeven aan Charlotte, de buurvrouw. Die heeft ook zo'n soort... Meerkeuzevragen. In jouw filmpje zag ik jou heel enthousiast vertellen over de dansschool van je tante. Ja. Waar je bent begonnen en waar je gaat werken. Ja, zeker. Gefeliciteerd. Dank je. En ik zag ook dat je, maar dat wist ik al, dat je actief was voor One Billion Rising. Die dansmanifestatie onder andere wereldwijd tegen huiselijk geweld tegen vrouwen. Ja, zowel fysiek als mentaal geweld, eigenlijk alles. Ja, maar... Dus One Billion Rising, lesgeven in de dansschool bij je tante. En als derde zag ik je als performer bij het Dansnest. Ja. Die voorstelling heb ik zelf gezien, vond ik erg leuk. Oh, ja, was ik die dat? Ik heb de voorstelling gezien en je bent dan dus ook aangenomen bij Dansnest. Ja.
Dan is de vraag heel simpel, Charlotte Thijssen. Wat doe jij het liefste? Dat is een vraag die ik altijd krijg. Omdat het een beetje, inderdaad, de meeste mensen vinden het een beetje gek van... Je doet toch docent? Hoezo ga je dansen? Maar voor mij, ja, ik ben Charlotte. En ik ben geen danser of geen docent. En tegelijkertijd ben ik het allebei. Dus mijn danser zijn en mijn docent zijn, dat is gewoon één persoon in mij. En het een zou niet zonder het ander kunnen. Dus moest ik nu enkel gaan lesgeven, ja, dan zou ik na 10 jaar uitgeblust zijn en niet meer weten wat te doen in mijn lessen. Maar moest ik enkel gaan dansen, dan zou ik het heel erg missen om mijn passie en mijn kennis en alles wat ik leuk vind door te geven en te delen. En het is net die combinatie van danser zijn en het zelf ervaren. En zelf ervaren eigenlijk hoe je moet performen. En dat meenemen naar mijn lessen, ja, dat vind ik interessant. Dat lijkt mij heel gezond. Dankjewel. Ja. Wat ga je met dansles doen? Weet je al wat je gaat maken? Of is het, Het is nog een beetje vroeg. Ik denk dat we volgende week eigenlijk hebben een bijeenkomst en dan worden er allerlei projecten besproken. Bij dansen zit het altijd heel projectmatig ook en de ene periode hebben we het heel druk en de andere periode is het iets rustiger. Maar sowieso gaan we nog verder met dansen in de openbare ruimte en dat is echt wel iets waar mijn hart ligt, dus ik ben daar heel blij mee. Oké, we gaan het zien, we gaan je volgen. Dank je. Je naamgenoot, nee niet naamgenoot, Esther Brouwer de Koning. Daar moest ik straks ook even op bijten. Dat is, het is niet een meisjesnaam gecombineerd met een mannennaam. Het is gewoon één naam, hè? Brouwer de Koning. Dat je niet denkt dat ze al getrouwd is met meneer Brouwer. Esther, van jouw filmpje, daar dacht ik van, dat is een geboren docent. Oh, oké. Ja, dat vond ik, dat docentschap, dat knalde recht af. De lol van het lesgeven. Dat was erg leuk om te zien. Maar ik was ook een beetje getriggerd door jouw stage in Albanië. Hoe ben je daar toch in godsnaam terecht gekomen? En wat heb je daar gedaan precies? Nou, hoe ik daar terecht ben gekomen, ik ken al kennissen van vroeger. Als ik van kleins af aan kwam ik daar al over de vloer om op hun kindjes te passen. En zij gingen dus voor 7 jaar naar Albanië verhuizen om daar zendelingenwerk te doen en ook heel veel goede doelenwerk. En toen ik daar in mijn eerste jaar was van mijn opleiding, toen ben ik daar gewoon op bezoek gegaan van kijken op bezoek op vakantie, wat ze daar precies deden. En omdat je toen zo dichtbij kwam bij kinderen die niet hetzelfde hebben als jij, toen had ik wel zoiets van, ja, hier wil ik iets mee. Juist omdat ik de kwaliteit van het leven eigenlijk, ook van het onderwijs, en dat ik dat wel had. En toen, in mijn derde jaar, had ik toen de mogelijkheid gegrepen om daar echt een stage te gaan doen. Ben je een stage gaan doen? Ja. Sorry. En toen bedacht je van, ik wil die rijkdom letterlijk ook delen. Ja. Dus je bent een inzamelingsactie gaan houden om instrumenten te verzamelen, muziekinstrumenten te verzamelen. Wat goed. Ja, dat was ook wel echt ontzettend leuk om te doen, ja. Was ook wel bijzonder, want je weet nooit, ik dacht eerst ook, nou laat ik geld inzamelen, maar omdat de recycling ook best wel hip werd, dacht ik nou, geld is zo abstract. En precies. Wat ik ook heel erg geleerd heb daar, is dat je geen vis moet geven, maar een hengel moet geven. En wat zei ik nou? Ja, geen vis geven, maar een hengel. En door middel dat ik echt gewoon instrumenten kon geven, kon ik er al direct mee aan de slag. En ja, dat was wel heel gaaf. Ook gewoon vreemde mensen die ook naar je toe kwamen van, oh, laten we samen naar de kringloopwinkel gaan. Dan mag je alles uitzoeken wat je wilt. Jee. En dat was wel heel gaaf. En, oh, het is voor mij alleen. Oh. Dankjewel. Dankjewel. Tom Dijkstra, dames en heren. Maar uiteindelijk reed je dan met, moet me dat voorstellen, met een busje of een vrachtwagen of... Nee, ik ben zelf met een vliegtuig gegaan, maar ik had ze van tevoren had ik ze via transport al opgestuurd met een busje. Dus toen ik daar kwam, waren ze er al. Kan je heel kort antwoord geven op de vraag, dat lijkt me bijna niet te doen, maar ik ga toch stellen. Wat is het belangrijkste voor jou? De muziek delen of dat delen? Rijkdom delen, letterlijk delen? Ik denk als je de rijkdom kan delen door middel van muziek, dat het dan het plaatje compleet is. Dat gaan we aan de andere, Esther. Dat is een goed antwoord. Esther de Bruin. Ja. Voor jou had ik eigenlijk ook zo'n soort vraag, maar daar moet ik even iets bij vertellen. Je hebt vorig jaar meegedaan aan de eerste versie van het Darling-project in Zuid-Afrika. Je hebt dit jaar een afstudievoorstelling gemaakt met het Rotterdamse Wijktheater en je ging daarvoor op zoek, op de fiets begreep ik, naar hangjongeren uit Rotterdam-Zuid die nog nooit iets met theater hadden gedaan. Volgens mij kan je dan beter in Albanië beginnen, of niet?
daar heb ik het idee. Wat begin je aan? Waarom begin je daaraan? Waarom? Waarom? Waarom zoek je mensen op voor je voorstelling die nog nooit eens aan het theater gedaan hebben? Nou, als ik naar de Schouwburg ga, dan zie ik heel vaak eenzelfde soort publiek en eenzelfde soort thematieken waar wij als middenklas of blanke mensen ons heel erg makkelijk mee kunnen identificeren. Maar als je dan op straat loopt of in de stad, dan zie je toch wel heel veel andere mensen ook nog om je heen. En nou, in mijn ogen moet theater een soort spiegel zijn van de maatschappij. En dan denk ik, nou, dan slaagt theater daar dus blijkbaar niet volledig in. Dus dat is eigenlijk mijn eerste stap geweest. En toen dacht ik, nou, welke verhalen zijn er dan nog meer? En toen dacht ik, nou, de beste plek om dan te gaan zoeken is in een stad en in een wijk. En je ergens dan op die manier op focussen. Dan, nu doe je net alsof, dus, dat is ook voor een groot deel, zit het alleen maar wit binnen, over het algemeen. En redelijk hoog opgeleid. Mm-hmm. En, maar dat is het publiekskant. Dat is nog geen enkele zin of reden of aanleiding om dan jongeren meteen op het podium te trekken. Je kunt ook eerst proberen om ze naar een voorstelling te laten kijken. Is het te lang? Ja. Oké. Ik zal heel snel gaan. We zijn niet praktisch. Nee, maar ik denk dat als de verhalen van hun zijn heel anders dan onze verhalen. En zij kunnen zich niet zozeer identificeren met voorstellingen die hier misschien worden gespeeld. Het is natuurlijk niet zozeer heel zwart-wit. Maar ik denk als je hun verhalen op het podium brengt, dan ontstaat er een heel ander soort theater. Waarbij wij dan misschien weer kunnen denken, hey, ik kan me eigenlijk ook in jouw verhaal herkennen. Ja, dus dat hun verhalen ook een podium krijgen. En dat het niet de verhalen zijn die we liever niet willen zien of liever onze ogen voor sluiten. En is dat gelukt? Ik denk het wel. Ja, dat vind ik ook. Dankjewel. maar je hebt wel vaak die discussie die speelt bij ons op de opleiding soms een beetje. Je hebt wel vaak gehad van, wat is dan het belangrijkste voor jou? Als je aan de ene kant zeg maar hebt kunst, de echte schoonheid kunst, de kunst. En aan de andere kant van het laddertje staat welzijnswerk. Waar staat Esther de Bruin dan? Precies in het midden. Nee, maar ja, ik begin als mens en ik probeer te eindigen als kunstenaar. Zo. Ja. Ook een goede stop. Oké. Tijd voor de checks, want Tom wordt hartstikke zenuwachtig. Jullie krijgen namelijk, ik weet niet of jullie dat weten, maar jullie hebben al gewonnen, zei ik. Maar jullie hebben inderdaad ook al gewonnen, want jullie krijgen allemaal een check van €500 pp. Is het niet. Ik denk het verrassend. Dus die worden hier nu uitgereikt door Tom. Voor iedere check van €500, symbolisch. En aan het eind van de avond, dan heeft één van jullie dus de echte check te pakken. Die van de Jacques Leeuwprijs, en dat is €10.000. En dan wordt jullie gevraagd om een keuze te maken. Dan moet je namelijk die check inruilen voor die andere. Dus daar denk alvast even over na. Dan gaan wij door naar het volgende nummer van de band van Tim Koehoorn.
En dan gaan we nu kijken, dames en heren, dat is een verrassing, naar een act van een van de winnaars, van vorig jaar van de Jacques Leeuwprijs. Dus daar ga ik verder niks over zeggen, maar dat gaat nu gebeuren. Ilse Oostvogels! Goedenavond iedereen. Leuk om de jury terug te zien. Fijn ook om de docenten, de studenten en uiteraard de genomineerden hier te zien. Ik wil vooral zeggen dat ik heel blij ben dat ik vanavond hierbij kan zijn. Niet alleen om voor hen te supporteren, maar zeker ook omdat ik niet genoeg mijn dank kan uitdrukken voor hoe fijn het is dat je als jonge net afgestudeerde een steuntje in de rug krijgt om je verder te blijven ontwikkelen. Om zo hopelijk een goede kunstenaar, een goede docent te worden. Dus dat is echt heel fijn. Enorm bedankt daarvoor. Ik herinner mij nog heel goed, toen wij hier vorig jaar zaten, dat we enorm zin... I am Zlatni, avatar of True Challenge. Okay. Thank you.
Ilse Oostvogels en Finn Neep waren dat. Ja. Wij gaan verder met de volgende lichting genomineerden. En die worden weer aangekondigd middels een filmpje. Zoete witte wagen, zoete! Ik kreeg een berichtje van een regisseur van de film. En ik las dat en ik dacht, wow, gelijk bellen. Toen zei hij van, ja, ik had via de talenten, via Giel op de radio, had ik jouw nummer Zoete witte wijn gehoord. En ik zoek eigenlijk iets nieuws aan Nederlandstalig volgende bij een film, Hartenstrijd. Met het liefst met de titel in de track, zeg maar. Nou, daar hoefde ik niet lang over na te denken natuurlijk. Dus ik ben met mijn team van de Subbase Music Group en Bart de studio ingegaan. En we hebben het geschreven. En niet veel later werden we gebeld of Nick en Simon misschien, of dat het leuk zou zijn als zij ook op dat nummer mee zouden zingen. We started 3 years ago, and actually they were a duo and we were a duo, and we met in school and then decided that it would be the best of us to collaborate. Circus now, you have these moments of like where the trick shines and then you achieve it and that's where everyone applauses, but the movement before and the movement after is still a part of it, and everything should be seen as one big movement. And that's the way we wanted to research in a way to see what is possible out of these gymnastic moves that we learn, of course, and that we also need to learn like that to be able then to play with them and to see how can you destruct them or how can you make them different or to make them really ours and not just any gymnastic trick in a way. Eerste hoofdrol in de opera, Lenotse di Figaro van Mozart. Mijn maestro op Sicilië zei van, Fintje gaat daar auditie doen. Toen ben ik naar Milaan gevlogen en verder gereisd naar Bologna. Daar op het conservatorium kon ik auditie doen. Het is mijn allereerste auditie, dus ik was heel zenuwachtig. En allemaal Italianen. En ik had eigenlijk niet verwacht dat ik aangenomen zou worden. Omdat je, ja, als je allereerste auditie verwacht je dat gewoon niet. Maar ik was blij met de ervaring. Ik dacht van, nu weet ik hoe het moet. En 2 dagen later kreeg ik een e-mailtje en zag ik de lijst en er stond Hoogstad bovenaan. Ja, het was ontzettend fijn, de feedback die je krijgt, ook van het publiek en van je medespelers. En ja, ik ben ontzettend blij, want ik mocht weer auditie doen voor de volgende opera. En ik ben aangenomen, dus ik kijk er onwijs naar uit om weer terug te gaan. Als instrument, dan maak ik klanken, maar ook vaak improviseer ik ook met teksten, omdat ik zelf veel gedichten schrijf. Eigenlijk weet je vooraf helemaal niet wat er gaat gebeuren. Dat vind ik heel, heel gaaf aan die vrije improvisaties. Dan is er juist die mogelijkheid dat er opeens iets super magisch kan ontstaan. Met Joost en Bram hebben we onze eerste cd uitgebracht. Met Mudita zijn we van plan om in het najaar een cd op te gaan nemen. Peaceful waters of your mouth. Nu woon en studeer ik in Luzern en krijg ik lessen bij Suzanne Abouel. De zon is hier net ondergegaan en dat is altijd het allermooiste moment van de dag. Stage bij Koninganse Dans en aan het begin van het jaar hebben we met een jongere choreograaf mogen werken, Conor Schumacher. Ja, er is een soort spel uitgekomen waarbij we het hebben van bezit onderzoeken, dus eigenlijk het menselijk gedrag. Ja, we namen elkaars bezit af, dus we trokken elkaars kleren in feite uit.
Het bestond veel uit improvisatie en dat, dan ligt een grote verantwoordelijkheid wel bij jouzelf als danser. Het is nieuw voor Connie Jansen dat ze vanuit improvisatie ook echt is gaan werken. Maar we hebben een nieuwe groep dansers, een grote nieuwe groep dansers dit jaar. En we zijn echt begonnen met improviseren en elkaar leren kennen. En zij heeft me ook voor volgend jaar een contract aangeboden. Dus ik weet nu dat ik mag blijven. Stiekem liefde voor mij, die heb ik al op HAVO 5 ooit moeten lezen en nooit vergeten. En toen zag ik die naam weer staan en Frenny en Zoe. Ik denk, nou, die titel ken ik niet, gaan we gewoon eens een keer meenemen op zomervakantie. En nou, dat boek heeft echt gewoon, dat is een van mijn eerste boeken geweest waar ik echt zo over bleef malen. Dus ik wist gewoon, dit boek wordt het, we hebben een half jaar, ik ga nu, dit is gewoon, dit wordt het gewoon. Ik ga die link met literatuur leggen. Toen heb ik ook meteen besloten dat de film werd. Heel lang ook gezocht naar wat nou echt voor mij paste. Dus nu heb ik de link met film en fotografie kunnen leggen. Verhalen, literatuur. En ik zou heel graag films willen blijven maken die een gevoel teweeg brengen. Dus ik denk in de toekomst misschien meer verhalende films. Maar voor nu wil ik echt gaan richten op de poëtische kant van film. En mensen kunnen triggeren en op andere gedachten kunnen brengen misschien wel. Nou, dat waren ze allemaal. Gemaakt dus door wat er net op scherm stond, Frank van Heijden en nogal die, want zuig zo snel niet. Maar fantastisch. Graag een applaus nog een keer voor deze fantastische. Ik pak het allemaal met de telefoon, verdeel het even onder elkaar, alsjeblieft. Zijn dan even naar door.